Maandenlange geheime onderhandelingen met experten. En wie trekt er uiteindelijk aan het langste eind? Dat is Engie, hè? Ja. Want wat staat er nu in onze wet? Nu staat er in onze wet dat degene die het nucleair afval produceert, Engie dus, moet opdraaien voor de volledige kost van de berging van dat afval. En wat staat er in die deal? Dat dat niet meer het geval is. En u weet dat dat over miljarden gaat. Want het is zeer onzeker hoeveel dat gaat kosten. En u spreekt ook deze ochtend tijdens de persconferentie over een overwinning. Maar deze deal is een overwinning voor wie? En er was een klein detail dat mij was opgevallen deze ochtend. Blijkbaar moest het persbericht voor 9 uur de deur uitgaan. Waarom moest dat voor 9 uur de deur uitgaan? Voor de bevolking te informeren? Voor het parlement te informeren? Nee. Om de beurs te informeren. Dat was het belangrijkste. Het gaat hier om de beurswaarde en het veiligstellen van de beurswaarde van een van de grootste energie-multinationals van Europa. Ja, want wat moest gebeuren, gebeurde dan ook. Hè? Na de persconferentie, nadat alle uitleg gegeven was, ging de beurswaarde van Engie effectief de hoogte in. De aandeelhouders die kunnen op hun twee oren slapen en de belastingbetaler die zal mogen opdraaien van de factuur. Voor sommigen kan ik begrijpen dat dat een beetje ingewikkeld overkomt. Mevrouw en meneer de minister, wat een arrogantie hebben jullie eigenlijk. Hè? Zo van, jullie hebben het allemaal niet begrepen. Hè? Ja, we hebben het allemaal niet begrepen. Over die kost van die afvalbergingen. Luc Pauwels, die dat om 1 uur op het VRT-nieuws ook zegt, die heeft er ook niks van begrepen dan. Hè? Van waar gaat die meerkost naartoe? Hè? De milieubeweging, die spreken over een hold-up van Engie. Die hebben er ook niks van begrepen. Hè? Hebt u hun persbericht misschien gezien?